Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Ik wil het eigenlijk wel graag weten. <laughs> ja, ik kan die vraag wel stellen. Ja, ik ben hier een beetje een monoloog aan het houden. Maar je kan misschien uh, reageren. Nou, met mij gaat het best goed. Want iets anders kan het niet. Hè? Het kan alleen maar goed gaan met je. Je kan zeggen, ja, maar, uh, mijn linkerbeen is er afgevallen. En uh, ja, dan heb ik, moet ik met een stok uh, door het leven. Nou, uh. ja, je leeft toch nog? Zo'n mooie van Emil Ratelband. Nou <laughs> ja, geweldig. Toen zaten die jongens in Irak. Huh? Waarom? Ja, dat weet je ook niet. Daar snap ik ook helemaal niks van. Er zaten onze jongens in Irak. En die stoute Irakezen, die hadden daar landmijnen neergelegd of weet ik veel wat. Nee, dat was een bepaald soort bom, bommentechniek of zoiets. Roadside bombs of zo. Nou, en er waren dus mensen en die uh, waren inderdaad hun benen kwijtgeraakt. En dan Emiel Raterband. Ja, het ging Emiel Raterband. Je hebt helemaal klaar voor. Ik ben daar. aan ze zo heel dood. Positief, positief. Ja, en het positieve was dit als je dan met je auto op een landmijn of een ander ding. Daar uh, was toen nog een afkorting voor trouwens. Ja. En ben ik vergeten. Ja, het gaat ons om bommen, dus dat moet je ervan weten. Dat dus moet je gewoon zo snel mogelijk vergeten. Een Emielraterband zo. Je, ja, en als dan je benen eraf zijn, hè? Ja, het positieve is: je mag eerder naar huis. Oh, wat leuk. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, ik vind dat een beetje ver gaan. Maar, maar ik snap Emielraterband wel. Want, bottom line. Ik, ik, zolang je nog leeft. Ja, dan leef je nog, hè? En dan moet je niet zeuren. Ja, maar ik moet een corona-pasje hebben. Ik liep vandaag, ik kwam terug van mijn werk. Ja, goed, hè? Zondag. Zondag 26 september. Heb ik om vijf uur s middags even de ondergrondse containers. De hotspots. Ik heb ze niet allemaal gepakt. In totaal hebben we er meer dan honderd. Ik heb er iets van vijftig of zo gedaan. Schat ik. Even gecheckt. Tien uh, misstanden geconstateerd. Nee, meer misstanden geconstateerd. Maar een aantal daarvan kon ik zelf oplossen. Er was iemand en die had een kartonnen doos bij een ondergrondse container gezet. van ja ik, ja, ik kan hem er wel in doen, maar als ik hem er nou naast zet, is dat toch ook goed, hè? Gewoon een kartonnen doos naast de ondergrondse container. Van ja, perretje, de winkeltje, de sukkel, hè, de, de beurtconciërge. Dan doet de beurtconciërge doet wel het klepje van het containersje omhoogt. En dan, dan pakt die kartonnen doos, die best groot was, maar die paste er perfect in. Even een beetje doorduwen. Ik moet er nog even om denken dat ik op bol.com dat mes ga bestellen. Want wat wij ook heel veel doen, is de karton in stukken snijden. Waar mensen dan ook geen zin in hebben, hè? Ja, nee, maar dan moet ik het helemaal in stukken snijden. En ik wil naar mijn 53.000 inch monitor gaan kijken. En dan moet ik ook het karton in stukken snijden. En dan zet ik het maar gewoon naast de container neer. Hé? Hey? Er komt Perio langs met zijn uh, collegaatje. Jeetje, man, we hebben een partij karton lopen snijden. En dat mes dat ik gezien heb bij Bol.com, daar zit zo'n kartel. Uh, de, de voorkant van het lemmet, dat is uh, scherp. En dan vlakbij het heft heb je dan een, een kartel. Uh, ja. Mooi zo. Maar die moet ik nog even kopen. En dat betaal ik dan uit eigen portemonnee. Hè? Want ik hou van mijn werk. En dat doe ik graag zo goed mogelijk. En als ik kritiek krijg, we hebben wel eens kritiek gehad, dan neem ik dat heel serieus. Ik wil het hebben over MGTOW. Man going their own way. Ik vind dat hartstikke positief. Ik heb vanaf mijn negentiende of zoiets. Ik was een 18 of 19. En toen werd ik benaderd door een vrouw. En die stelde voor dat we uh, verkering zouden hebben. Nou, dat werd een drama. Die ging vreemd. Nou, en dan heb ik gestopt. Nou, toen was er weer een vrouw die wilde ook verkeering met mij. En die kwamen allemaal op mij af. Oh jij, ik wil verkeering met jou. En die ging me een partijtje lopen domineren, joh. Van nou, oh, dit mocht ik niet meer, dat mocht ik niet meer, en dat moet ook gebeuren. En doe dit, en doe zo, eens, en. En dan gaan we ook nog lopen zeuren over de seks. In die zin, want blijf hem af. Ik heb er geen zin in. Ik vond je vandaag helemaal niet aardig. En nee nee, 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 blijf hem af. Ja, dan was je niet aardig en dan uh, lig je daar met je erectie. Hm? Moet je een beetje gaan masturberen en, uh, terwijl er een vrouw naast je ligt? En dan gaat ze ook nog zeggen: van, Wil je even ophouden met rukken? Ik wil slapen. Nou, dat was de tweede die ik heb beëindigd. Hm? En toen kwam de derde. Nou, die, uh, die wilde ook zo graag verkering met mij. Die deed niks in huis. Ja, niet of nauwelijks. Koken heeft ze in tien, tien jaar lang met die vrouw gewoond. Ik bracht het dubbele aan inkopen in. En zij had natuurlijk, zelfs was een strong independent woman. Maar die verdiende maar de helft van dat wat ik verdiende. Nou, weer gek. Ik deed uitermate gecompliceerd werk. Zij nam de telefoon op en typte teksten over. De receptioniste, telefoniste, ja, typ mevrouw, of typ mens, of ja, typist. Ik die deed helemaal niks. In huis. Koken, nee, dat is niet mijn ding. En toen zei ik, nou oké, okay, dan doen we het zo. Ik, ik zorg voor het eten. En jij zorgt ervoor dat de keuken schoongehouden wordt. En dan hadden we gasten gehad. En dan was ik lekker tekeer gegaan in de keuken. En dan krijg ik dan van haar te horen, van jech, als jij kookte, wil je er wel even om denken dat ik je de keuken netjes achterlaat? En dan denk ik, ja, verdorie. Het schoonmaken van de keuken. Ja, dan heb je gasten gehad. Nou, ik had nog een vaatwasser. Die had ik. Betaald. Dus je moet de vaatwasser vullen en het gas schoonmaken. En als het gas schoon is, dan moet je nog even in het aanrecht, moet even een doekje overheen. En dan de grootsteen alsjeblieft ook schoon. En als je toch bezig bent, af en toe een van de keukenkastjes deuren met van die vette vingers erop. Dat is alles. Dat kost je verdorie nog geen twintig minuten. Koken, inclusief recept uitzoeken, boodschappen doen en dan alles wat er nog bij hoort. We denken, dat kost je uren. Ja, zeker als er dan gasten waren. Ja, dan ben ik daar een paar uur mee bezig. Zij moet twintig minuten schoonmaken en dan kankeren. En wil je wel een beetje... Er was allemaal paprikapoeder lag er op het gast van huis. Kan je dan niet ervoor zorgen dat als je de paprikapoeder erop doet... dat het dan in het vlees en, en niet daarnaast... En, ja, dan maak er niet zo'n rommel van. Maar die trut begrijpt niet dat je die ho grotere hoogte neemt... zodat die paprikapoeder lekker een beetje... Ja... De, 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 a, en dan valt er een beetje naast de pan. En dat is dan een probleem. Nou, ik kan je vertellen, jonge heren... Eh, tegenwoordig eh, kook ik nog steeds... En ja, dan heb ik gekookt en dan moet het schoon schoongemaakt worden. En heel grappig is, hè? dat ik kook dan, dan heb ik een vies huis en dan maak ik het schoon en dan zit ik niet te zeuren tegen mezelf. van, hé, hey, wil je de volgende keer als je gaat koken, wil je een beetje opletten dat het niet vies wordt? Nee, ik kook en dan wordt de bol vies. En dan maak ik dat schoon. Nou, ah, vrouw. Ook moeilijk doen over de seks natuurlijk. Blijf maar af. Nee, ik, ik wil slapen. Ik ben moe. Gaat Ook niet schoonmaken. In tien jaar tijd wilden zij wilde zo graag vitrage. En vind ik best dat ik je vitrage wil. Dan zou je ook een keer de vitrage een keer in de wasmachine willen doen. Nee, tien jaar niet, man. Boodschappen doen, vond ze ook niet zo leuk. En dan haalde ik elke zaterdag haalde ik de boodschappen voor een hele week. En dat sjouwen, man. En dan haalde ik uh, een pond kaas of zo, 750 gram. En dat haalde ik dan bij de kaaswinkel. En niet zomaar uh, bij een Alpen te geen. Van die verpakte kaas. Nee. Euh, mooie, vers gesneden kaas. En dan leg ik dat in de koelkast. En dan kom ik even later in de koelkast. En dan is de nieuwe kaas al aangebroken. Maar de kaas, de, er lag nog een stuk kaas van vorige zaterdag. Maar ze was ze al begonnen aan de nieuwe kaas. En dan vraag je dat aan zo iemand: van, Goh, waarom ben je nou begonnen aan die nieuwe kaas? Er was nog kaas. Ja, zegt ze. Maar ik vind die nieuwe, die vind ik anders zo lekker. Want het is net helemaal nieuw. En aan die oude kaars, die is dan uh, wel een beetje uitgedroogd. En, uh, ja, dat vind ik gewoon niet lekker. Ik neem het liefst. Ik, ik zei, wie moet dan die oude kaas opeten? En nou, haal ze zo de schouders op. Van, nou, dan, dan kan jij toch wel. Ja, dus heb je een vrouw in huis. Je verdient 50% meer, of tenminste twee keer zoveel, dan dat zij inbrengt. Ja, twee keer zoveel. En dan moet je verdorie oude kaas eten. Want als je nieuwe kaas koopt, dan is die gesloopt voordat jij erbij kan. Want ja, ik had altijd die oude kaas op. Ik kocht dan een nieuw stuk kaas. En de gedachte: nou, dit is nog een klein stukje van de oude kaas. En dan, nou, ongeveer dinsdag is dat op. En dan hebben we woensdag lekkere verse kaas. Nee, mevrouw heeft dat op uh, zaterdagavond al geplunderd. Dat is schrikkelijk. Helemaal niet koken. Stomme grapjes maken. Vernederende opmerkingen naar mij toe. Ik weet ook nog een keer... Toen ging zij op zijn zaterdagochtend ging zij naar het centrum van Arnhem. Lekker shoppen. In er eentje. Nou, dat mag. Ga jij maar lekker shoppen. Nou, zit ik daar op een zaterdagochtend. De hele week heb ik met de pletten gewerkt. Ik voel me hartstikke moe. En ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga joggen. Dus ik doe mijn sportschoenen aan. En echt zo'n jogging, zo'n korte broek. Zo'n shirtje had ik ook. En van die witte sokken, want dat staat mooi of zo. En ik ga hardlopen. Door het Sonsbeekpark hier in Arnhem. Een kilometer of tien hardlopen. Nou, en dan kom ik thuis. En dan zit zij. We woonden in een portiekflat. Zonder lift. En dan zit ze op de trap. Voor onze woning. En dus toen denk ik: wat, wat doe je hier? Waarom zit je op de trap? En kwaad dat ze was, jongen. Nee, ze was namelijk uh, het centrum ingelopen zonder haar huissleutels. Als ze dat van tevoren tegen mij had gezegd: Want, uh, Piggy, uh, ik ga de stad in en ik neem mijn sleutels niet mee. En wil jij alsjeblieft de hele tijd blijven wachten tot ik terug ben? Dat je niet zelf naar buiten loopt, maar dat jij huisarrest hebt. Net zolang totdat ik door jou overtuigd heb dat, dat jij zeker weet dat ik binnen ben. En als ik weer op de bank zit, he, dan mag jij eruit. Weer dat een goede afspraak? Dan ga ik gewoon net zolang als dat ik zelf wil, ga ik de stad in. En dan moet jij al die tijd thuis blijven. Vind je dat een goed idee, Perry? Dan had ik zo gerinkeld met haar sleutels. Vanaf dan neem je deze sleutels mee en dan kan ik tenminste doen waar ik zin in heb. Nou, en als je wilt doen waar je zin in hebt. dan moet je geen vrouw in je huishouding nemen. je bent een gevangene. van zo iemand. Nou, toen ging ze vreemd. En dan denk ik, ja, dan is het van mij afgelopen. En je gaat vreemd. Dus... Afgelopen. Dat pik ik niet hoor. Nou, hé. Dus zo ging de derde de deur uit. Dus de eerste ging vreemd. De tweede was dominant. Ik speelde toen in een band. Maar ik weet nog, we hadden een optreden op zaterdag op Unitas. Nu is dat weg. Maar toen was dat de hotspot van Wageningen. En ja, dat je een optreden hebt, wauw. Dat wil je goed doen. Nou, we hadden de laatste repetitie en was afgesproken, was op een woensdag. En die repetitie, die ging helemaal niet goed. En dat vond iedereen. Nou, toen werd er gezegd, euh, nou, dan gaan we morgen, donderdag, nog een keer repeteren. Voor zaterdag. Kan iedereen. Ja. en de bassist die kon, en de... De liedgitarist, de organist. die kon. De drummer. die kon. En ik kon ook. Dus ik zei. ja. En ik voelde gelijk zo'n steek in mijn buik. Want hoe ga je dat vertellen aan je vriendin? En inderdaad, ik vertelde het haar. En toen was ze teleurgesteld. Want ze dacht dat we donderdagavond echt wat leuks zouden gaan doen. Nou, ja, oh en wat ze dan deed, dan ging ze in een van mijn stoelen... We woonden niet eens samen, hè? Toen kwam ze naar mijn kamer, want ze waren toch verkering. Dus, zonder kloppen kwam ze binnen. Nee, dit is mijn kamer ook. Dan ging ze in een van mijn twee stoelen zitten. En dan zat van het lange bruine haar. En dan ging ze die dode punten uit haar, uh, ja, die andere haar of zo. En die liet ze dan lekker op de grond vallen. <coughs> dode punten verwijderen uit je haar. Gadverdomme, wat een gaat zo dominant. Alles bepalen. En blijf van me af. Vanavond niet. En dat was zij ook. Nou, toen kwam mijn vierde vrouw. En die benaderde mij ook. En die wilde ook zo graag verkeering. Nou, dat was Wernanda. Zij zegt dat ik haar zwanger heb gemaakt. Het grappige is dat in 2010... Ik zou haar zwanger gemaakt hebben in 1999, op 30 april. Die, die dood van Mianne Waatstra. Moord, sorry. Die moord. Dat toen ongeveer... Nou, dat zegt ze dan, dat ik haar zwanger heb gemaakt. Er is ook een man hier in Arnhem, die heet Peter Bosman. Onthoud die naam. En die zei tegen mij, ja, Nina, dat is mijn wettige kind, en dat is net zo goed mijn dochter. Oh, zit het zo. En die vrouw, Hernanda, die deed ook niks in huis. Die wilde wel koken. Dus zij wilde bijvoorbeeld een kerstdiner koken voor haar familie. En ik mocht niet helpen. Ze zou het allemaal zelf doen. En dat was pasta, al dente, in, 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 in vers water gekookt. En rode kool. Ook in vers water gekookt met een scheutje azijn. Want dat is lekker erbij. En dan rauwkorst. Dus bloemkoolroosjes. Geschaafde wortel. En wat zou erbij gezeten hebben nog meer? Dat is, uh, oh uh, veldsla. Dat vond ze ook altijd eigenlijk al. En dan een dressing met mosterd. Cool man. Iedereen uh, vers water. Is een mooie grote kan met vers water. En dat heet een kerstdiner. Ja, die kookte graag. Zoals die kookte, die Mananda? ...daar hield ik mijn hart vast. Ik had liever niet dat ze kookte. Helemaal niet. Ze kan wel koken, ze kan het wel. Maar ze doet het niet. He? Wel, die vrouwelijke avonturen... ...die hebben mij... Van mijn twintigste tot mijn... Nou, dat is ver in mijn vijftigste. Met ja, die vrouw die ik getrouwd ben. Dat moet je helemaal nooit doen, hè. Ja, geen vrouw trouwen. Ze maken er misbruik van. Ja, daar heb ik last van gehad tot en met 2016. Dus ik heb bijna twintig jaar last gehad. Van die vrouw. Echt verschrikkelijk. En mijn dochter, hè? Die zegt dan, ja, nou, euh, papa, die kan wel zeggen, hè, Van dat mama zus en zo is, hè? Maar het blijft mijn moeder. En ik vind het schandalig dat hij zulke dingen zegt, denkt over mijn moeder. Want het is mijn moeder, snap je? Nou ja, haar moeder, hoe zou het haar moeder geweest Wat heeft ze ooit gedaan voor haar kind? Behalve tegen mij schreven. Mijn belang gaat boven het belang van Nina. Ja, dus een volwassene die zichzelf belangrijker vindt dan een kwetsbaar kind. Ja, drama jongen. En ik, ik ben ermee gestopt. Ik heb na die scheiding nog contact gezocht met drie vrouwen. Of oh, ja, drie vrouwen enigszins toegelaten. En het, ja, hè, geen Henky-Penky. Maar daar ben ik ook mee gestapt. En nou heb ik helemaal geen vrouw meer in mijn leven. En heel vreemd, ook geen ruzie meer. En geen verwijten, geen teleurstellingen, geen ja, van die depressies. Want die, die derde vrouw van mij, die had van het mooie, dikke, bijna zwart, maar het was bruin, donkerbruine haren, krulletjes. Ja, die moest dan naar de kapper. Oh, 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 oh nee, je gaat toch niet naar de kapper? Ja, dat moest ze dan, want dat haar was te lang. En ja, ze moest naar de kapper. Ik denk, nou, daar gaan we weer. En ja, hoor, dan gaat ze naar de kapper en dan komt ze thuis en heeft ze een stikzagreinig humeur. Want de kapper heeft weer eens alles verpest. Dan moet je toch kijken hoe het eruit ziet. Dit is weer helemaal mislukt. En dan hebben we nergens meer zin in, want de kapper heeft haar haar verpest. Zij had naar Auschwitz moeten gaan en dan bekregen de tondeuzen erop, tegen de luizen. En dan de bruid natuurlijk, niet dat ze vergast moet worden. Maar... Waarom? Aan vrouwen heb je helemaal niks. In het algemeen dan. Hè? Ik was met uh, het werk, ik ben buurtconcierge in Klagendal. En de pleuris was uitgebroken, want een of andere uh, B, nou, er zijn er meerdere. Waarschijnlijk is dat het gaat om een concentratie van lesbiennes. En die hadden eventjes de aanval geopend op onze organisatiestructuur. Want wij zouden niet goed functioneren als buurtconcierge. En onze coördinator, die was daar van onder de indruk. En die zei tegen ons: Je gaat als de sodemieter naar de wasplaats doen. Dat is een soort centraal trefpunt. En daar werken dan die mensen van de WOP. En check dit. Dus waar komt het bericht vandaan dat de buurtconcierges niet goed functioneren? Dat komt toch niet van die gozers van de WOP? De wijkonderhouds. De wijkonderhoudsploeg wij werden direct. Er was een vergadering, we waren met z'n vieren. En ja, onze coördinator was vijf tegenbij. Vier collega's. En onze coördinator zei tegen ons: Je gaat nu naar de wasplaats. Je gaat het onmiddellijk uitzoeken. Want als wij gebeschuldigd worden door de WOP. ja, dan hebben wij een probleem. Dus we lopen naar de wasplaats. Een van die woppers die is er dan. En wij staan daar in uniform. En vragen aan die gozer: van, Komt dit bij jou weg? Dat wij niet goed functioneren. En dat er ingegrepen moet worden. En we stonden buiten. En dan komt er een vrouw, echt een schat van een mens. En die komt naar buiten. En die vraagt aan mij en mijn collega of wij koffie willen. Die vrouw deugt. Want die had het perfect in de gaten. Die begreep heel goed dat wij daar niet uh, voor de flapse drol kwamen. En dat er iets aan de hand was. En dan loopt ze naar buiten en dan vraagt ze heel vriendelijk: Willem, jullie koffie. Ik zei nee. En mijn collega zei ook nee. En dank je wel. Ik ben haar dankbaar. Dat is een attitude die fatsoenlijk is. En zoveel vrouwen van dat kaliber zijn er niet. Wat je hebt zijn entitled women. Veel eisende vrouwen. Ja, ik ben veel eisend en dat vind ik erg belangrijk, want dan kan ik mijn man tot het maximale stimuleren. Nee, je bent een trut. Daar ben je. Met een grote bek. En je hebt nergens verstand van. Daar ben je. Je hebt geheimen. Als je een mooi boek wil lezen over vrouwen, dan moet je het boek lezen van heet die nou? Richard Adams. Maar die voornaam weet ik niet zeker. Dat boek heet The Girl on a Swing. Het meisje op de schommel. Of een meisje. Ik dacht we. Dus. Niet e, maar je, je kan misschien ook wel e. Girl on a swing. Look it up. Van Adams. Je hebt die twee Adams. Die, die, die ene die is van... De uh, uh, restaurant. Rest, het restaurant... Aan het einde van het universum. Uh, die dus niet. Uh, die andere, van Watership Down. Met die. Uh, bright eyes shining like a shimmer. Uh, die schrijver, ik dacht: Richard Adams. Een Amerikaanse. Prediker. Die een eigen radioshow heeft. En dan mag je opbellen. En klagen. En van alles. Je, je, het maakt niet uit. En dat begint om zes uur s morgens. Central Time of, zo. of Of Eastern. Dat kan ook. Hij zit ergens in Californië. In Amerika hebben ze drie tijdzones. Maar in het westen van Amerika, en dan zes uur s morgens, is meneer daar. Hij is van Negerowide afkomst. Zijn familie komt van een plantage. En dan in Alabama. Sweet home Alabama. I'm coming back to you. Daar komt hij vandaan. Als zwarte. En hij zegt liefde. Dat kunnen vrouwen niet dat, dat, dat kunnen ze niet. Ze hebben niet het vermogen tot liefde. En liefde is. Tijd plus aandacht. En vrouwen zijn snel afgeleid. Dus aandacht, ja, dat, dat hebben ze in principe niet zo heel lekker. En tijd hebben ze ook niet. Wijnanda mijn wettige echtgenoot. Die deed niks in huis. En was heel dominant. En oordelend. En alles was mis met mij. En ze ging vreemd. Dus dan heb je alle drie. De leuke eigenschappen van de moderne vrouw heb je te pakken in één persoon. En ze heet Wijnanda Willemsen. Bij geboorte. Onthoud die naam. Wat een naar mens. En zij maakte niet schoon. Daar had ik daar een oplossing voor. En dat was een werkster. En dat mens. We hadden een contract, een mondelinge overeenkomst. Met een Turkse familie. En die vader en die moeder. Die, die vader heb ik nooit ontmoet. Maar zijn drie dochters wel. En de afspraak was. het een van die drie. zou altijd op van negen tot twaalf drie uur lang schoonmaken. En de vergoeding was 50 euro. Zwart, of wit, of uh, whatever. Maar hier heb je vijftientjes. maak het uit. Uh, die woning die kostte uh, qua huur dus, uh, 600 nog wat aan euro's. Hè? Nou, dan komt er 200 euro, nee, 100 euro per maand bij voor de schoonmaak. Ja, dit is, dit is 6%, nee, 16%. Dat is 1 zesde. En minder dan een zesde. Dat kan ik makkelijk trekken, jongen. Ja, toen ging Wijnander Willemse die ging er moeilijk over doen. En elke keer als de werkster was geweest, dan was Wijnander Willemse hartstikke boos. Want de spinnenrag. Achter die ene verwarmingdinges, de spinnenracht zat er nog steeds. En waarom... Of ze had een kopje gebroken bij het afwassen. Of de, de, de kopjes in de kast gezet. Maar dan stonden de theekopjes, die stonden boven de koffiekopjes. En dat was toch andersom bedoeld? Die scheldpartijen van haar, elke twee weken. Ik kon de klok op geluid zetten kankergoed, die verzoer dat ze was. Nou, ja, en die scheldpartijen werden mij te veel. Dus dan moest ik tegen de werkstof zeggen... Van, uh, heb ik een smoes verzonnen. Ik heb het niet tegen haar gezegd van... ja, lieve kind, die had ik geschat. Ja, een van die... Uh, de, dat was de, de middelste. Nooran heette ze. Heet ze. Die had een zoon... van twaalf van jaar of zo. En een man... Het is een Turk. En die was al heel vaak gestopt met roken. En dan weer begonnen. Ja, zo'n Turk dus. En moe en bedaans. La ilaha illallah. En dan mijn moeder over haar. Hè? Want, pff, een Turkse werkster. Nou, dan ben je echt stom. Iedereen weet dat je een Marokkaanse moet nemen. Nee, mijn moeder, dat is ook zo'n leuk om getrouwd mee te zijn. Dat is een racist, hè. Het zal in mijn moeder nooit opkomen om te zeggen... Van, uh, wat raar, Perry, uh, jij verdient... Uh, ik verdiende meer dan twee keer zoveel. <laughs> dan bij een ander Willemsen, hè? En ik draaide op mijn werk 150% van het uur, aantal uren dat zij draaide op haar werk. Dan zei het een baantje van 28 uur in de week. Nou, ik ging richting de 50 uur per week. Hè. Wat heb je er aan? Wat heb je aan vrouwen? Helemaal niks. Ze kunnen niet koken, ze willen niet stofzuigen, ze vinden een, een huis. ...houder zijn... Daar, ...daar spugen ze op. Geen vitrages wassen... ...geen planten water geven... ...dat doen helemaal niks. En dan denk je van... ...ja, ik heb wel lekkere seks. Ja, en wat is het waard? Als ik de, de kosten... ...die Wijnander Willemsen mij heeft opgeleverd... ...als ik die deel... Door het aantal keren dat we seks hebben gehad, dan was dat 300 euro per keer. En dan schoof ze ook nog haar rechterhand boven haar vulva. Zodat het niet te diep werd. Want ja, je mag me wel neuken, maar dan hou ik wel mijn hand erop, want anders ga je het te diep. En dan voel ik het en daar hou ik het niet van. Dat kost dan 300 euro. Ik ben niet voor prostitutie of zo, hoor. Maar je snapt wel dat het erg duur is. En als je zo graag een vrouw wil neuken, ah, dan kan je toch beter naar de hoeren gaan. He? Voor vijftientjes heb je alles, jongen. 15 tientjes voor een half uur. <laughs> ja, dat is toch leuk man. Ga je lekker, net als Rob Oudkerk. Ga je langs de, wat is dat ik weer, de, de Kleijeweg of zo, de Kleiweg. Hier in Arnhem moet je naar het industrieterrein, dus Iseloord. Als je vijftientjes tientjes meeneemt. En een fles whisky. Ah, oh, lekker man. Een beetje cocaïne meenemen. Ja, zo'n meisje moet nog de hele avond door. Ja, dus... Doe je een beetje coke op je lul en dan, hé, uh... hey, wat vind je ervan? Ik vinden ze lekker hoor. Kok, ja. cocaïne lekker bitter. Nee, aan vrouwen heb je helemaal niks. Is een punt. En is dat erg? Nee, helemaal niet. Het is zoals het is. En dat was zo. Met Adam, dat is mens op zijn Hebreeuwse. Mens, Adam. Dat is Dalet, Mem. En misschien dat er ergens nog een alef in zit. Het doet er eigenlijk niet om. Ja, die begon met die Eva. En weg, paradijs. Zo is het. Je neemt een vrouw in je leven en alles gaat kapot. Ja, dat is wel. Ja, maar ik wil graag seks. Nou, uh, seks is verslavend. Net als alcohol. Uh, wat nog meer heroïne. En alcohol is een stuk goedkoper dan een vrouw. Dus je kan beter gaan suipen. Dan dat je met je blauwe ogen een contract tekent met de overheid. Dat de overheid jou een status verleent, namelijk de slaaf van een andere persoon. En die andere persoon mag op elk gewenst moment de relatie beëindigen. En dan het kapitaal in tweeën delen. Waarvan jij 80% hebt geleverd. Dus 80% van het kapitaal gaat in tweeën. En jij krijgt de helft daarvan met een verhuisverplichting. En verhuizen kost geld. En dat mag je zelf betalen. Nou, ja, je moet niet omgaan met vrouwen. Punt. En ik ken die vrouwen hoor, en die bellen je dan. Bij... Ja, ik, ik heb echt heel erg behoefte aan een iemand. Die... Heb je... Jij hebt toch een boormachine? Of, uh, nou, ik heb uh, gordijnrails. Maar uh, ja, een ijzerzaag heb ik niet. En, en jij hebt toch een ijzerzaag? Uh, hè, heb je? Of jij hebt toch een auto? Of jij hebt toch een waterpas? Moet je helemaal niet op reageren? Moet je zeggen: ja. Dat, uh... Goh, ja. Dat je, dat je zegt: Nou, ik zal het even voor je uitzoeken. En dan ga je op bol.com. En dan doe je waterpas of ijzerzaag. En dan maak je een paar van die linkjes. En alsjeblieft, buy the shit yourself. Buy. Hè? Koop je eigen strand. Kut gereedschap. En niet mee bemoeien. Wat daklozen moet je geen geld geven. Om dezelfde reden. Maar zij willen toch zo graag dakloos zijn? Ja, doe het dan. Leef van de regen en de buitenwind. Je wil niet voor je eigen woning zorgen, je wil liever op straat lopen en uh, hardwerkende mensen lastigvallen. Van, ja, mag ik dan uh, mag ik wat kleingeld? Dus daklozen en vrouwen, links. Laten liggen. Dat is het devies. En de make-up. Iets anders is als je een meisje hebt leren kennen. En die is hartstikke lief. En die doet altijd fijn. En ze lonkt niet naar andere mannen. En ze is nog maagd. Met leuke voetjes. En best aardige knietjes. En leuke oorlelletjes. Ja, dat is wat anders. En een vrouw die kan koken. Mijn, uh, mijn oma van mijn vader's kant, die kon koken, jongen. Mm. Mm. Paling in het groen. Wauw. Hij die kon koken. En op zondag. Als toetje. Vanillevla. En chocoladevla. Ja, uit een fles. Van de melkboer. En dan geklopte slagroom. Echt bovenop. Elke zondag. Kroketten maakten ze ook zelf. Die waren lekker, jongen. Runder Ragu. En dat rol je dan... Dat het heel dik en stijf is. En dan maak je daar kroketten van. En die gaan door de... Dat het, broodkruim. dat koop je ook kanten klaar. dat uitgedroogde brood. En dan, de, hoe heet dat? Paneermeel. Niet bloem, maar paneermeel. En daar doorheen rollen. Dat door ei rollen. Dat nog een keer door de paneermeel. En dan linea recta de frituur in. Oh, oh, oh. En zij maakte van die lekkere dikke kroketten. Oh. Elke keer als ik aan haar vroeg: Oma, wat gaan we vanavond eten? Dan zei ze tegen mij: Hussen, met je neus ertussen. Met andere woorden, je gaat me opeten wat ik aan het koken ben. Geen toekomstige blijheid, geen verwachtingen. Ik kook en jij mag vanavond mee eten. en daar is het mee gebeurd. En ga maar buiten spelen. En vrouwen zoals mijn oma van vaders kant zijn zeldzaam. Die zal je moeten zoeken. Met een telemicroscoop. Ze zijn er wel. Maar waar? Want de meeste vrouwen, daar heb je helemaal niks aan. We zijn over de drie kwartier. Dus ga ik afsluiten. Ik ben heel blij dat jullie geluisterd hebben. En die vrouwen, daar gebeurt er verder helemaal niks mee. Want de overheid, die geeft hun geld. Dus, jij hoeft daar niet voor te zorgen. De babymachines zijn het, voor de overheid. En de overheid wil daar kinderen van. Van die alleenstaande moeders. Die kinderen willen ze. Want dan zitten de gevangenissen lekker vol. De gevangenissen zijn voor 90% de populatie. Dat zijn mannen met name. Van alleenstaande moeders. Nou, en als de gevangenissen vol zitten, dan moet de belasting omhoog. Om officieel af te sluiten. Boeddhistisch. Hè? You go fuck yourself. And or yourselves. En dag Jij. Waarvan ik het meest hou.